Hallo lieve tweeling, welkom bij jullie maandreading voor april 2024. Eigenlijk is het een bonusreading, want ik heb eerder in maart ook al video online gezet wat gerelateerd was aan maart en april. Ik zal deze in de berichtenbox linken, zodat je altijd daar nog even naartoe kunt kijken, mocht je daar behoefte aan hebben. Wellicht is er een ander onderwerp van jouw proces aangeprikt in die video, wat misschien als extra boodschap kan fungeren. Verder, kijk even of dat het met je resoneert. Neem alleen het stukje mee wat van toepassing is en laat de rest lekker los. En of je nou in je zonteken aan het kijken bent of in je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop of welk teken uit jouw geboortehoroscoop dan ook, wees welkom. Ook voor alle crosswatchers die nu aan het kijken zijn, kijk even welke tijdlijn jouw tijdlijn is of voor de persoon waarvoor jij aan het kijken bent. Vandaag gaan we dus kijken wat er in april naar voren mag komen voor jullie lieve tweelingen. In het energetisch veld is er behoorlijk wat aan de hand. Nu hebben we natuurlijk de volle maanenergie met maansverduistering gehad. Ook hebben we nog een nieuwe maanenergie met zonsverduistering die er begin april aan gaat komen. Vanaf 1 april gaat Mercurius retrograde lopen. Daarbovenop hebben we natuurlijk de lente-equinox energie die al gestart is. En ook daar nog bovenop krijgen we de normale engelenpoordagen nog. En wat andere intensiteit wat in het energetisch veld mee zal gaan spelen. Veel veranderingen, veel verschuivingen. Maar we gaan eens even kijken wat dat voor jullie lieve tweeling te betekenen heeft. We beginnen gewoon met wat orakelkaarten. En vanuit daar pakken we gewoon weer de tarot erbij. Om te kijken wat er naar voren mag komen. Oh. We hebben bouwstenen. Kaart 28 maakt 10. 10 staat ook wel voor die voltooiing en afronding. Het stukje vooruitgang. Maar ook voor mij wel het gevoel van geduld blijven hebben. En de schouders eronder blijven zetten. Je hebt al heel veel kennis tot je genomen. Je hebt al veel nieuwe inzichten weten te ontvangen. En nu kun je dus ook dit toe gaan passen in een andere vorm. We krijgen de Seahorse Spirit Watch and Wait. En dat is hier eigenlijk ook wel, hè, met die bouwstenen, dat die vrouw heel erg nog in een bepaalde standbeeldmodus eigenlijk staat, totdat er bepaalde blokjes weer neergestreken zijn. Een beetje dezelfde houding als wat de zeepaardje natuurlijk in staat. Maar we gaan eens even kijken wat er nog meer naar voren mag komen. We pakken nog eenzelfde kaartje, of in ieder geval nog een kaartje uit dit deck. En we hebben de Whale Spirit, Trust the Great Mystery. Beide waterdieren, dus het zal wel op emotioneel vlak ook zijn dat er bepaalde vooruitgang of verschuivingen plaats gaan vinden. Maar we gaan zo eens even verder kijken. Ik pak nog een engelentherapiekaart erbij als extra aanvulling. En daarbij krijgen we zing en dans. Breng jezelf tot uitdrukking en schud je spirituele zintuigen wakker door de magische krachten van muziek en dans. En nu hoeft dat niet per se natuurlijk zing en dans te zijn. Dat kan ook door andere bewegingen zijn. Het kan ook misschien door yoga zijn. Mijn lamp begint te flikkeren. Ik weet niet, zagen jullie dat op beeld? Dat is bizar. Geen idee waarom dat gebeurt. Misschien is er een extra boodschap die door gaat komen. Geen idee. Bizar. Het is in de avond dat ik deze video opneem. Ik zag net ook toen ik bij jullie video startte 18:18. En op mijn telefoonbatterij 88. Dus 88 en 18:18 kan voor jullie een dubbele boodschap nog extra betekenen. In combinatie met het flikkeren van het lampje kan het ook zijn dat er nog extra ondersteuning onderweg is. Of dat ze juist vanuit de spiritwereld kenbaar willen maken dat ze er zijn voor je. Tijdens deze spirituele groei, tijdens deze vooruitgang. Nu is het natuurlijk best wel een portaal geopend waarbij zelfontwikkeling aan het licht begint te komen. Zelfontwikkeling in welke vorm dan ook. En het licht begint steeds langzamer te... Wat bizar. Ik heb dit gewoon op de netstroom staan. En ik zie gewoon letterlijk de demping. Er zit zo'n schakelaartje op de lamp. Daar kan ik overigens vanuit hier niet bij. Maar het lijkt wel of dat er energetisch meegespeeld wordt. Maar goed, ik ga er even niet te veel op intappen. Ik hoop dat het
gewoon verder helder blijft in het systeem. We krijgen de magier erbij als tarotkaart. De twee van staven komt een beetje dwars. Dus er is ergens nog wat stagnatie in het energieveld. Mag ik daar een extra kaart bij de twee van staven die een beetje dwars ligt? Een wereldkaart. Er is iets nog niet helemaal voltooid. Oké, wat is er nog niet helemaal voltooid? We krijgen hier ook nog natuurlijk Watch and Wait. We krijgen de zes van zwaarden op kop. Oké. Vertraging op de lijn. Oké. Wat is jouw obstakel? Wat is er aan de hand? 10 van munten op het eind van de rit. Oké. Er zijn bepaalde manifestaties uitgesproken, maar die zitten nog in hun groeiproces. Die zijn dus nog bezig om te gaan ontwikkelen. En blijf het vertrouwen dus houden dat dit ook verder geactiveerd kan worden. Maar er is ergens een beetje een stukje gemis in vertrouwen dat het goed gaat komen. Terwijl eind van de rit de 10 van munten ligt. Nu kan het zijn dat het voor jou ook voelt dat het energetisch dat jij wat uitgeput bent de afgelopen periode. Omdat je best wel wat stappen hebt weten te zetten. Waarbij als je weer even teruggaat naar de basis en ik vind het heel bizar, die lamp die blijft maar flikkeren. Ik hoop dat jullie daar niet te veel last van hebben. Ik zet heel even de video pauze. Ik ga even kijken of ik het technische stukje op kan lossen. En anders is het echt dat er iemand hier aanwezig is die een handje wil helpen. Moment, ik ben zo terug. Nou, het heeft even wat teweeg gebracht. Ik hoop dat hij het nou blijft doen. Ik heb hier ook alle kabels nu los liggen. Zo, als het goed is, moet het nu lukken. Ik hoop dat alles blijft fungeren. Ik heb wat andere stekkers op andere stekkerdozen gezet. Misschien dat het nu wel werkt. Geen idee. Hij flikkerde net alsnog. Dus misschien zit het in de lamp. Maar ik vind het wel apart dat ik vanmorgen ook al video's op heb genomen. Toen had ik er totaal geen last van. En alles blijft hier eigenlijk hetzelfde staan als normaliter. Dus heel bizar. Maar het zal vanzelf toch iets zijn waarbij jullie misschien zelfs zoiets hebben, oh, zie je, ik heb dat thuis ook, mijn lamp knippert, of dit knippert. Dit kan dus echt iemand zijn uit de spiritwereld die duidelijk wil maken van, oh, kijk, hallo, ik ben er. Ik ben in jouw omgeving, ik ben er voor je wanneer je het nodig hebt. We gaan gewoon even verder. We gaan een verdere tijdlijn erbij nemen. We krijgen de Chariot onder de magier. Dus het vooruitgang. Kreeft energie. 5 van munten op kop. De hoge priesteres. Dus je kunt op een gegeven moment op dit moment in een bepaalde fase zitten. Waarbij jij het gevoel hebt dat je een beetje alleen ervoor staat. Dat jij het proces alleen doorloopt. En dat zorgt er dus ook voor dat je af en toe wat moeite hebt om het vertrouwen weten te behouden in het energetische groeiproces. Jouw eigen zielsproces waar je in zit. Dit zorgt er ook voor dat je soms wel een beetje wat terughoudender kunt zijn. Waardoor je dus niet altijd even goed de leiding over je leven weet te behouden. En dat is eigenlijk die kaarten waarom dit op kop komt. Als er een bepaalde zelftwijfel gaat ontstaan, kan er dus ook wat twijfel in het energetisch veld ontstaan, waardoor jij wat vertraging oploopt. Terwijl de mogelijkheid in het energetisch veld er is dat je vooruit kunt gaan, is het een gedachtepatroon of gevoel in jouzelf die dat op dat moment even tegenwerkt. Nou is het echt niet erg en dat zijn altijd facetten in het leven tijdens een groei, dat af en toe weer naar de oppervlakte gaat komen. Maar al heb jij het gevoel van ik sta stil, ondanks dat jij het gevoel hebt dat je stilstaat en dat je in een bepaalde afwachtende positie bent, net als deze vrouw, de bouwblokken komen toch, de boodschappen komen toch, je krijgt toch die kennis tot je. Alleen is het eraan blijven werken wel een onderdeel, zodat jij
die harmonie in jezelf kunt krijgen. En in eerste instantie heb je bepaalde conflicten gehad. Maar door eraan te blijven werken, zul je dit ook kunnen omtwisten. En kun je hier ook een bepaalde conflictsituatie vermijden. Dus een bepaalde gedachtepatroon die jij misschien hebt over zelftwijfel of minderwaardigheid. Je eigen lager inschalen als dat je werkelijk bent. Kan er dus ook voor zorgen dat jij een bepaalde stagnering in jouw energiestroom creëert. Of een stagnatie in jouw manifestaties. Oh. Nou, dan vliegen wat kaarten op de grond. Even kijken of ik erbij kan. Ja. Even kijken. We krijgen de 6 van staven met de koning van bekers. Maar we krijgen ook de 7 van zwaarden. Omdat jij zo aan het groeien bent in jouw eigen energetische stukken, is het ook zo dat mensen dit aan de buitenkant van jou gaan zien. Al heb je zelf dit nog niet helemaal in de smiezen dat het is, er zijn altijd mensen die dit dan opvalt. Mensen waarbij die emotionele connectie ook voelbaar kan zijn. Maar het is ook zo dat als jij meer in het zicht gaat komen met hetgeen waar jij mee aan het groeien bent, dus op een hogere sokkel komt te staan, of hoe noem je dat, voetstuk, dan krijg je ook altijd mensen wel in je omgeving die jaloers kunnen zijn, of die het niet het juiste met jou voor hebben. En dat is dus jouw les die er gaat komen. En dat is ook dat stukje twijfel wat ik hier kan voelen, hè? Dat mensen je proberen onderuit te halen, terwijl dat niet de bedoeling is. En het is dan aan jou om in je kracht te blijven staan en de knopen door te hakken die doorgehakt mogen worden om eventuele verbindingen te doorbreken die niet in jouw energetisch veld actief hoeven te zijn. Onderkant dek van het andere tarot dek is de keizerin. De keizerin met de zwangere buik, dus voorspoed en vernieuwing gaat er komen. Maar ga jij deze ook omarmen als deze in jouw energieveld te bereiken is of te omarmen is. We krijgen bij de keizerin, hadden we zojuist, krijgen we de keizer. Voelt voor mij als een beetje de leiderschap weer terug, of de leiding weer terugnemen over jouw eigen leven. Bepaalde mannelijke energie. Nu hebben we natuurlijk net de vrouwelijke energie van de keizerin gezien. In combinatie met de mannelijke energie, het stukje yin-yang in jouzelf. De stabiliteit, die structuur weer weten toe te passen. En daar ga jij meer naartoe. Een beetje de structuur, de yin-yang energie in jouzelf creëren. Oké, okay. Stukje zelfontwikkeling dus. Nieuwe paden bewandelen. Wat misschien spannend kan zijn. Maar van de andere kant kan het ook weer iets moois creëren. We krijgen namelijk de 9 van staven op kop met de 10 van bekers. Dus het stukje waar je in vast hebt gezeten kan losgekoppeld worden. Je gaat je eigen pad ontdekken. Je geeft dus niet op, want je pakt dus door om naar die wensvervulling te gaan komen. Om dat stukje harmonie weer te creëren. Het stukje divine connection in jouzelf. Dus die union in jouzelf waar ik het vaker over heb. Hè? En nu is dit een terugkomend element voor heel veel sterrenbeelden. Want jullie zijn iets van nummer 8 of zo die ik op aan het nemen ben. En ik merk gewoon dat er steeds meer zelfontwikkeling naar de oppervlakte gaat komen. Nu is het natuurlijk ook in combinatie met dat eclipseizoen, die dus door de volle maan en maansverduistering is gestart, volop in gang gezet is. Dat is voor de periode van nu tot en met een maand of 6. Tot de volgende eclipseizoen. En volgens mij is dat ergens oktober weer dat de volgende geactiveerd gaat worden. Maar dit allemaal om jou naar die vernieuwing te helpen. We krijgen hier de 10 van bekers en de 10 van munten. Dus 10-10 kan ook nog een belangrijk boodschap zijn wat naar jou toe mag komen. Misschien zie je heel vaak het cijfer 10 of zie je 10-10 op de klok. Geen idee waar jij het mag ontvangen, maar weet dat er extra boodschappen in zit. Nu is het natuurlijk ook zo dat er ook websites zijn op Google die je kunt raadplegen waarmee die engelenboodschappen in contact mee staan. Het stukje pijn en verdriet ga je dus ontkoppelen. En dat is dus waar jij jouw bouwstenen mee aan het opbouwen bent.
pijnstukken wat losgekoppeld gaat worden van jouw energetisch systeem, waardoor jij vrijheid gaat ontvangen om weer te kunnen gaan groeien en nieuwe kennis dus ook om kunt buigen in een positieve zin. En de negatieve energie en kennis die jij eerder hebt gehad, kun je dus nu omtwisten naar het stukje positiviteit, waardoor jij dus alleen maar sneller zult gaan groeien. Ondanks dat jij sneller gaat groeien, voel jij dit misschien zelf niet in. Maar mensen van buitenaf zien dit wel al in en zullen dit ook wel naar jou gaan uiten. En dan zul je ook merken dat je al verder in jouw systeem zit als waar jij zelf dacht te zitten. En dat zien we hier heel mooi met de koning van bekers. Maar waar een groeiproces is, is er ook altijd negatieve energie en mensen die jaloers kunnen zijn. Dus dat is jouw les in deze periode, dat jij je eigen niet omlaag laat halen door de energievelden van negatieve mensen, maar juist in jouw positieve energie blijft staan, zodat jij kunt upgraden in dit hele proces. Nu zien we hier natuurlijk best wel een roerige zee, hè, waar best wel wat opspringende waterelementen zijn, maar je blijft hier zo goed in je center zitten, zo goed stabiel, en dat is waar jij nu naartoe aan het groeien bent. Onderkant dek krijgen we de aas van munten. Nieuw begin, nieuwe ambitie, maar ook het stukje voorspoed op materie en financieel vlak. Dus mocht het zo zijn dat er wat onzekerheid is op het financiële plaatje, er gaat meer komen en dat zien we ook met de 10 van munten die hier ligt. Al is er hier nu even een vertraging of een bepaalde situatie wat even een disconnectie aangeeft. Dat kan ook te maken hebben met het stukje Mercurius, hè, dat die retrograde loopt. Mercurius is ook weer het stukje van het denken in je hoofd zitten, maar ook miscommunicatie met andere mensen. Kijk, en eraan blijven werken is eigenlijk het enige wat je kunt doen. Van de 3 van munten gaan we doorgroeien naar de 8 van munten. En dat is het aspect waarbij jij dus nog niet echt de kennis hebt tot je genomen, maar er wel aan wilt werken in combinatie met mensen om jou heen of met spirits om jou heen of jouw innerlijke stem waarmee jij gaat connecten. Totdat jij op een gegeven moment op het punt komt dat jij iets meester bent geworden, dat je bepaalde vakmanschap eigenlijk onder de knie hebt, zodat jij er niet heel veel moeite meer voor hoeft te doen. En daar is jouw groeiproces op dit moment in. Onderkant dek krijgen we ook weer de chariot. Dus de kreeftenergie, het water-emotioneel moment, is dus wel wat ook bij jullie tweeling aangeprikt gaat worden. Kijk, we krijgen weer de 5 van bekers erbij. Alleen voor mij voelt het nu zo, je kunt blijven treuren om iets wat is geweest, maar daar hoef jij je eigen niet meer druk om te maken, want er staan al nieuwe bekers achter je die je kunt aangrijpen. Ook wil je heel graag naar de overkant, naar dat mooie kasteel toe. En als jij het juiste blik gaat werpen, zie je dat daar een brug is en dat je naar de overkant kunt gaan. Daarna krijgen we het Rad van Fortuin. Dus geluk is aan jouw zijde. De mooie intensiteit kan naar jou toe gaan komen. Alleen is het aan jou om deze energie ook te gaan gebruiken in de hoogst haalbare vorm. We krijgen weer de magier. Dus je krijgt dubbele bevestigingen dat je in de juiste energiestroom zit. En als je in de juiste energiestroom zit, kun je ook het hoogst haalbare gaan manifesteren. Het is wel zo dat je dit vanuit een hogere trillingsenergie dient te doen. Want dan kan het ook alleen maar in het energetisch veld naar je toe komen. En als je het uit een lagere trillingsenergie doet, dan kan het ook zijn dat er een stukje onzekerheid aangekoppeld zit. Of misschien een stukje ego of angst. Of voor sommigen kan het ook een stukje hebzucht zijn. Want in welke vorm jouw manifestaties naar je toe komen, dat is het stukje wat je dus los dient te laten aan het universum. Dat hun ervoor kunnen zorgen of het universum ervoor kan zorgen dat het hoogst haalbare naar je toe kan komen. Dus ondanks dat er wat vertraging op de lijn is, voelt het wel voor mij dat het een goede stap is die jij aan het maken bent. Met de juiste communicatie zul je ook merken dat er geen teleurstellingen zullen zijn. En dat jij je hebt in ieder geval niet meer het gevoel dat je vast zit. En dat zien we eigenlijk hier ook heel duidelijk naar voren komen. Wellicht heb je eerder vastgezeten energetisch of in de fysieke wereld. In de zin van in een relatie of
in een werkgelegenheid waar jij niet happy was, maar dat je vast bleef houden omdat het financieel meer stabiliteit gaf. Ondanks dat je veel meer kennis al tot je hebt genomen om ook nieuwe richtingen uit te gaan zetten. Toch gaat dit wel komen, maar toch word je even weer op de feiten gedrukt. We krijgen hier de 9 van staven, maar dan rechtop dit keer. Het stukje compleetheid ga jij voelen. Voor alle intensiteit die jij hebt gehad in het verleden, ga je nu daar je les uithalen. En zul je ook merken van oké, al heb ik zoveel voor de kiezer gehad. Ik trek hier mijn les uit. Ik ga die strijd niet meer aan, maar ik pak die ene staaf en ik ga vooruit. En alle andere elementen wat niet meer voor mij is, laat ik lekker los. En ik ga mijn succes behalen. We krijgen weer de Chariot erbij. Zojuist al onderkant dek. Nu krijgen we hem weer op tafel. In combinatie met de keizer. Dus we krijgen 2 keer de keizer ook op tafel. En dat houdt voor mij echt in dat jij de touwtjes in handen mag gaan nemen. Om iets zelf weer te gaan creëren. Om jouw leiderschap over het leven terug te gaan nemen. En als je dit weer terug gaat nemen, zul je ook merken dat al zijn er mensen vanuit de buitenwereld die bepaalde energiestromen in de negativiteit naar jou projecteren, dat dit jou dan niet meer zal gaan raken. Die vrijheid ga jij weer terugkrijgen. En het is wel belangrijk dus je eigen goed te blijven gronden. Goed je bubbel af te schermen. Dat alle negatieve aspecten niet door die bubbel heen kunnen komen, maar dat alleen de mooie elementen naar jou toe kunnen komen. Zodat jouw energieveld niet verzwaard gaat worden door energie buitenaf. Het stukje energie verzwaard gaan worden kan ook individueel vanuit jouzelf komen. Dus als dit individueel vanuit jouzelf komt, dan weet je dat je daarin wending in kunt creëren door met bewustheid dit ook anders in te gaan zetten. En als je dit anders in gaat zetten, dan zul je de vrijheid weer terugkrijgen en zul je daadwerkelijk ook echt gaan groeien en shiften in jouw energiestroom, wat op dit moment dus mogelijk is voor jouw lieve tweeling. Het kan dus wel even een roerige maand gaan worden. Het kan zijn dat je die roerigheid al hebt ervaren in februari, maart, maar het kan ook zijn dat dit nu pas gaat komen. Maar weet ook dat dit is om jou naar het hoogst haalbare goed te kunnen stimuleren. En hoewel er soms wat pijnelementen naar de oppervlakte gaat komen, dit gaat wel opgelost worden, waardoor het eventueel ook niet meer vastzit in jouw lichaam, in jouw hoofd. Je kan zelfs fysieke klachten doorminderen als je hiervan ontkoppelt. Want het voelt voor mij ook dat sommigen echt wel pijnelementen vastzetten in hun fysieke lichaam, waardoor ze echt pijnklachten krijgen. Of dat het nou in de onderrug is, of het pijn in de nek, in de arm, in de schouder, in de heupen. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Iedereen zal dat op een andere uiting hebben. Maar mocht dit zo het geval zijn en er is geen medische oorzaak voor, weet dan dat het energetisch iets is wat losgekoppeld kan gaan worden uit jouw systeem. En dat je zelf daar de hand in hebt om dit ook te gaan creëren. Maar het begint namelijk wel bij jezelf en de wending in jouzelf en de knopen die je door mag hakken. Maar, lieve tweeling, het was een intense reading. Ik hoop dat je in ieder geval iets aan deze april reading hebt gehad. Kijk anders ook echt even bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknop, mocht je daar nog niet hebben gekeken. Nu is het zo dat veel sterrenbeelden een beetje in elkaar overlopen qua energiestroom, waardoor het dus echt wel een collectief element ook zal zijn. Kijk anders ook even nog naar de maand reading van maart, april. Deze link ik beneden in de berichtenbox. Mocht je dit niet kunnen openen, kun je altijd in mijn playlist onder sterrenbeeld readingen kijken. Daar heb ik alle video's ook in staan. Verder wil ik jullie bedanken voor het kijken. Laat vooral een berichtje of een like achter. En dan zie ik jullie heel graag bij een volgende video. En tot ziens. Doei doei!